Vandaag heb ik de twee eigenaren van de horsemanshiproute voor mijn neus. En samen met hun ga ik het een en ander bespreken over de horsemanshiproute en gaan we kijken wat het eigenlijk allemaal inhoudt. Jullie hebben samen de horsemanshiproute opgebouwd. Hoe is die samenwerking samen ontstaan? Dus jullie kennen elkaar denk ik al een tijdje. Ja, we kennen elkaar al een tijdje en dat idee is een paar jaar geleden een keer geopperd. Zal dat wat zijn? En toen dacht ik vooral volgens mij, ja, dat weet ik niet. Ja, eerlijk is eerlijk. En in de coronatijd is natuurlijk heel veel online kan gebeuren. En toen hebben wij het eigenlijk nog niet opgepakt. En toen op een gegeven moment is het ter sprake gekomen weer een keer. En toen dachten we, ja, dat kunnen we eigenlijk wel doen. Er is heel veel online aan het gebeuren. Heel veel mensen doen dingen online. Dus we hopen dat we iets eraan toe kunnen voegen. En dus zijn we begonnen. Wat we zien voornamelijk, zien we jou eigenlijk in beeld. Want wat is jouw toevoeging aan de horsemanshiproute? Wat zijn jouw taken? Ik ben meer zeg maar het creatieve gedeelte, weet je wel. Ik maak de films en ik stel ze samen en ik opper ideeën. En een aantal ideeën worden dus gebruikt en andere niet. Dus overleggen we dan samen. En kijken wat hun ook een goed idee vindt om te filmen. Of we maken gewoon eigenlijk een shift van dat wel, dat niet of dat later. Weet je wel. En Ik hoor inderdaad dat jullie elkaar op een hele goede manier aanvullen en op die manier kunnen versterken. Dat is natuurlijk niet niks om zo'n programma in elkaar te knutselen. Het is natuurlijk wel zo dat Angelique ook al heel veel horsemanship met haar pony gedaan heeft. Ze weet waar we het over hebben. Ze is zelf op Pirelli level 4, dus ze kan een hoop, ze weet een hoop. En dat heb je toch wel een beetje nodig, want ik sta voor de camera. Maar het meeste werk gebeurt achter de camera en daarna. Dus het filmen is natuurlijk net zoveel tijd erachter als ervoor. Maar daarna moet het geëdit worden. Ja. Het hele programma moest gebouwd worden. Dan moet alles erin gevoegd worden. Moet er de tekst, dat is allemaal haar ding. Dus eigenlijk doet zij 80% van het werk, ik 20%. En vind ik wel een goede verdeling. Ja, dat kan me voorstellen inderdaad. Ja, maar dus zij heeft wel een hele belangrijke rol. Van de praktijk. Hè? Ja, ik doe liever. Ja. En achter de computer zitten is niet helemaal mijn ding. Het is wel heel belangrijk, want anders kom ik niet uiteindelijk aan de andere kant uit. Ja. En toen was de horsemanshiproute er op een gegeven moment. Hoe gaat het in zijn werk? Hoe kunnen mensen lid worden? En jij weet daar als het goed is alles van, als ik het zo hoor, hoe het in elkaar steekt. Hoe mensen lid kunnen worden? Ja, ze kunnen eigenlijk gewoon naar de webpagina gaan en aanmelden. Hè? En dan loopt het eigenlijk vanzelf. Want je kan jezelf als je kan kiezen uit een programma wat je wil volgen. Of je een maand lid wil zijn om het eens uit te proberen. Of 3 maanden dat je denkt, die tijd heb ik wel nodig om eens uitgebreid te kijken. Of je, als het je wat lijkt, doe je een jaar. En dan heb je ook een jaar lang toegang tot alles eigenlijk. Ja, dat heb je met een maand ook. Maar in een maand heb je lang niet alles gezien. Ja, want je zegt lang niet alles gezien. Nee. Op het moment dat ik inlog op de horsemanshiproute en ik ben net lid geworden, wat kan ik verwachten qua modules en qua inhoud? Ja, we hebben heel veel modules. En in die modules zitten heel veel hoofdstukken. Maar dat is heel variërend van basis tot gevorderd. En het begint eigenlijk allemaal met de basis, zou ik ook iedereen aanraden die wil starten, om die basis goed door te nemen. Ook voor mensen die in de sport bezig zijn of zo, weet je wel. Dat je denkt, als daar iets gewoon niet helemaal lekker loopt, ga je ook altijd terug naar de basis. Dus die basis, die moet gewoon goed zijn. Dat wil zeggen, die moet je goed leren en goed snappen. Dus daar start je mee. En dan wijst het programma zich eigenlijk vanzelf, weet je wel, van A tot Z eigenlijk. Hè? Dus je doorloopt al die stappen en dan word je steeds beter in wat je doet. En dan ga je het ook steeds beter snappen. En ik hoor jou heel erg over de basis. Dat het natuurlijk belangrijk is om ermee te beginnen. Maar stel je voor, je bent al wat langer bezig met de materie. En je bent al bekend met horsemanship. Ja. Wat is dan een goed begin om te starten? Ja, de basis klinkt alsof je een newbie moet zijn om daar te beginnen. Maar de basis gaat verder dan alleen maar een beginner. Dus ook een gevorderd horsemanshipper, als ik het zo maar even mag noemen,
kan dan nog steeds ook in die basismodules, dus aan de lijn of zonder lijn of het rijden, dingen vinden die hem verder kunnen helpen of meer begrip of inzicht krijgen hoe een paard leert en dingen doet. Dus dat is één. Daarnaast zijn er specialisatiedingen zoals trailerladen zit erin, jonge paarden starten zit erin, problemen zitten erin, ja, er staan een paar lessen in. En er zitten nu zo, ik denk zo tegen de 200 lessen in. En het wordt steeds uitgebreider. Dus ons doel is om een vrij breed pakket te maken. Dus de basis, wat we net besproken hebben. Dan specialisaties, zoals trailladen, problemen, starten, jonge paarden. Maar er komt straks ook een stukje rechtrichten bij. En dat gebeurt dan werk aan de hand, met de lange lijnen en in het zadel. Dus we zijn nog lang niet uitgebouwd. En ja, we hopen een zo compleet mogelijk programma neer te zetten. Dat eigenlijk hopen wij voor iedereen wel wat te leren is. Hè. Dus kijk, er zijn mensen die kunnen gigantisch goed rijden, maar hebben geen idee hoe een paard in elkaar zit. Ja. En je hebt mensen die kunnen heel goed vertellen hoe een paard in elkaar zit en zijn misschien onhandig met rijden. Hè. Er is eigenlijk zelden iemand die alles kan. Dat geldt voor ons stuk ook. Dus ook ik, hè, die vooral het voor de camera doe, blijf les nemen, blijf leren, blijf doorgaan. Ja, wat zo leuk is dat je toch iedere keer in die films, ook al zie je ze vaker, steeds toch weer nieuwe dingen ontdekt. Ik zelf ja, eigenlijk ook. Ja, dus als ik de films terugkijk, dat ik dan denk, oh ja, dat had ik net eigenlijk, is me net niet zo opgevallen of de vorige keer. En nu. Ja, zie ik dat weer opnieuw en denk, oh ja, nou zie ik weer wat meer. Dus des te meer je ook ziet, des te beter je ook gaat zien. En des te beter je gaat ontwikkelen. Ja, dat denk ik zeker. En dan is er nog een hoofdstukje dat we externe mensen interviewen. Ja, want wat kunnen we daar precies verwachten bij het informatieportaal? Nou, we hebben nou maar pas een aantal. We hebben een osteopaat, een bekapper, natuurlijk bekapper. En we hebben een dierenarts, osteopaat en masseur. Eigenlijk misschien wel een kruipheidsonderzoekster, zou ik bijna zeggen. Hij heeft er heel veel verstand van. Maar we blijven dat uitbreiden. Dus we hebben nu pas drie specialisten. We zijn ook eigenlijk pas een half jaar bezig. Het is pas een half jaar online, dus zo heel lang is het nog niet. Maar we gaan ook waarschijnlijk naar voeding toe. Ja. Misschien een keer iets over dissectie. Dat kan eigenlijk alle kanten op gaan. Het enige wat wij natuurlijk willen is dat wij er in meer of mindere mate achter staan. Dus wij ons erin kunnen vinden. We hoeven niet per se met iedereen eens te zijn. Maar het moet wel in onze visie passen. Ja, want als je alleen maar mensen hebt die je naar de mond praten, ja, dan krijg je niks nieuws. Dan kan ik het zelf ook gaan vertellen. Dus we zoeken breed. Maar wat er allemaal nog in komt, ja, is voor ons soms ook. Hè? Ik wil, om maar iemand te noemen die we pas besproken hebben, is Rien van der Schaft. Nou, is heel dressuurmatig, hoog niveau, een andere manier van rijden. Nou, vind ik super interessant en kan ik zeer achterstaan hoe die het doet. Dus dat zal bijvoorbeeld iemand kunnen zijn die wij gaan benaderen. En hopelijk zegt hij dan ja. Ja, het is natuurlijk ook als er leden of zo vragen hebben. Dat wilde ik inderdaad net vragen. Ja, hebben leden ook inspraak kunnen meedenken in wat er in voor komt? Ja, zeker. Dat daar misschien dingen tussen zitten die zo interessant zijn voor heel veel mensen. Dat we daar ook gewoon speciaal iets voor gaan maken. Ja. Dat we mensen gaan uitnodigen die daar gewoon heel veel kennis van hebben. En die dan gaan interviewen of een gesprek mee hebben. Dat als ik het zo hoor, is het eigenlijk een heel breed platform waar we van alles van kunnen leren. Maar wat maakt nou dat dit zo'n toegevoegde waarde heeft voor elke horsemanshipper? Het is uitgebreid. Er zitten hele basic dingen, wat gevorderde dingen in. Het is Nederlandstalig, dat is fijn voor heel veel mensen. De toegevoegde waarde is dat je kunt op je gemak thuis dingen kijken, je kunt ze gaan oefenen. Maar ik denk wel, wat je ook doet, dat je ook daarnaast les nodig hebt. Dus ik denk niet dat het een website is waar je heen gaat en dat je denkt, nu ga ik leren rijden. Dus je zult toch een instructeur erbij moeten hebben die je dan op het moment dat jij het uitvoert, je kan
corrigeren. Hè? Want je, soms denk je dat je het zo doet, maar dan blijkt je het niet echt zo te doen. Dus je hebt altijd wat correctie nodig. Maar in samenspraak, dus met de route en met de instructeur, is voor mij persoonlijk, heb ik gemerkt, het heel fijn werk is. Omdat, nou ja, jij weet het zelf, ik geef jou ook les. En vroeger gaf ik jou les en dan moesten we maar bedenken wat we doen. En nu kom ik bij jou en heb je een lijstje. Dus je hebt een lijstje wat je wilt doen. Je stelt echt veel betere vragen. Je hebt meer kennis en dat is voor mij gewoon fijner lesgeven. Dus je komt veel sneller verder. En de les, ja, want de les is natuurlijk veel duurder dan de route. Maar die les krijg je dus eigenlijk voor hetzelfde geld, want ik word niet duurder, krijg je wel meer waarde. Ja, nee, zeker. Ja? Dat is ook wat ik heb ervaren. En merk je dus ook inderdaad, wat je zegt, je kan sneller stappen gaan zetten. Maar dat de leerlingen die dus ook lid zijn van de route ook echt sneller stappen vooruit maken. Ja, dat zie ik echt. Daar zie je echt. En op het moment dat je dus lid bent, dan heb je toegang tot alle modules. En nou ja, als ik dat zo hoor, zijn het heel veel verschillende. En kan je ook dus gebruik maken van verschillende niveaus. Als jullie nou zelf naar de modules kijken, wat is jullie favoriete module? Of zeggen jullie, daar haal ik het meest, heb ik het meest zelf ook eventueel uitgehaald? Of raad ik aan om iemand om te gaan kijken? Ja, ik denk dat dat heel persoonlijk is. Ik heb geen favoriete module. Kijk, waar ik het meest aan leer is de externe experts. Ja, ja, in jouw geval. Dat zijn de mensen die soms wel eens dingen aan het daglicht brengen. Dat ik denk, hé, dat is een hele andere visie. Of dat is interessant, dat wil ik wel proberen. Maar voor de rest heel individueel. Ik bedoel, het ligt eraan waar je staat. Ben je, je kunt een hele beginner zijn. Net een paard gekocht hebben. En nog niet weten wat je moet doen. Dan kun je starten bij module 1. Aan de lijn. Gewoon hele simpele oefeningetjes. Maar je kunt ook veel verder op beginnen. Ik heb ook, is dan ook lessen dat ik loswerk. En dat ik geen rondjes laat lopen. Dat ik een pirouetjes laat maken. Ja, dat is niet voor een beginner. Ook zo van rijden. Rijden is dan hele basic dingen op. Van ja, hoe stuur je een paard? Hoe denkt een paard? Wat moet ik doen? Hoe kan ik hem voorwaarts krijgen als hij niet voorwaarts is? Hoe kan ik hem rustig krijgen als hij juist te voorwaarts is? Dus er is... Ik denk dat iedereen zijn eigen favoriete module zal hebben. Ja. Aangepast aan wat ja, die persoon... Wat. Heb je een probleem met trailerladen? Is dat waarschijnlijk je favoriete module? Ja. 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 Ik vind de jonge paarden, dat vind ik echt een mooie module. Dat je echt kan kijken van waar starten ze? Hè? Of komen ze zo uit de wei uit de kudde? Kunnen ze nog niks? En hoe ga je dat aanpakken? En dat je ze aan het einde van de rit ziet weggaan als een rijpaard, weet je wel. Wat ze in die tussentijd hebben geleerd. Maar dat je dan ook echt kan zien in de video's hoe het ook werkelijk gaat, weet je wel. En hoeveel tijd het kost. Ja. Dat ook echt alles, ja, zoals het gaat, dat we dat ook laten zien. Ja, want we proberen zo weinig mogelijk dingen weg te laten. Ja. Je kunt niet alles echt laten hele zien. Hele rauwe bestanden. Ja, 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 kijk, als je alles laat zien, dan duurt een les, of dan duurt zo'n film misschien 2 uur. Dat is te veel. Dus we knippen wel dingen weg als het herhaling is. Maar als ik fouten maak, laten we ze vaak erin zitten. Ja. Want ook ik maak fouten en dan kun je ook wel zien hoe ik ze recht krijg. Ik dacht net ineens een hele mooie, vond ik, we hebben een veulen gedaan. Dus week 1 tot en met week 8 of 9, ik moet er een beetje om liggen nou. Dus die hebben van dat die een week is, leren leiden, voetjes leren geven, tot aan trailerladen toe. Dus dat zijn, ik moet al 8 of 9 filmpjes. En dat is super interessant. En zo'n veulen is natuurlijk, ja, het is zo'n blank canvas. Daar is nog niks aan misgegaan. En dan ga je rustig mee trainen, neem je rustig de tijd voor. En dan krijg je een fantastisch veulen. Dus dat vond ik wel een hele mooie serie. En we zijn nu een serie aan het opnemen voor het starten van een jong paard. En... ja, dat zal waarschijnlijk een hele lange worden, want we hebben nu volgens mij al 10 video's en we hebben er alleen nog maar even opgelegen en gezeten. En door een behandeling mochten we er even niet op zitten, dus nu zijn we. Dus dat zou best, ik weet het niet, maar dat zou ook maar zo'n 30 video's kunnen worden, alleen over het starten van één paard. En ja, kijk, het vraag voor de leden, doorzettingsvermogen? Ja. Ja, want dat wilde ik vragen. Hoeveel tijd ben ik eigenlijk per week kwijt op het moment dat ik lid ben van de Ja, niet. Als je niet kijkt, ben je geen tijd kwijt. Ja, kijk je nu op, ben je een uur kwijt. Ja. Ja. Dus, maar deze is... er zitten video's bij die zijn 50 minuten. Ja.
Ja, ze moet dan wel een volhouder zijn. Moet je wel echt even willen studeren, zeg maar. Ja, daar ben ik niet mee jou eens. Kijk, tegenwoordig wordt alles heel kort gemaakt, is soms opgevallen. Mm-hmm. Maar dat uur hoef je niet af te kijken. Nee. Je kunt kijken en je kunt na een half uur zeggen, ja, nu heb ik het gezien. Ik kijk morgen de andere helft of volgende week. Het vraagt wel discipline van jezelf. Ja, het is natuurlijk een programma waar je ook echt helemaal zelf doorheen moet lopen. Ja. Hoe weet ik nou in het programma van, want jij zegt van nou, dan kijk je toch een deel. Ja. Maar hoe weet ik waar ik zit of waar ik sta in het programma? Is daar iets op verzonnen dat ik daar wat mee kan? Nou, die modules is duidelijk, hè? Dus je kiest een module. Mm-hmm. Nou, in die module kijk je, als je iets kijkt en je vinkt het af, gemarkeerd. Ja, dus ik weet waar ik gebleven ben. Dan kun je precies zien, dat heb ik al gezien. Ja, dus voor elke module zit een rondje. Als het rondje helemaal gekleerd is, dan heb je alles gezien. En dan kan je weer opnieuw beginnen. Ja, zou ze nog een keer kunnen kijken. Ja. En dat is vaak ook wel aan te raden. Want wat Angelique net al zei, als je dingen terugkijkt. Ik doe het zelf ook wel. Hè, dan, mijn oude studie-DVD's die ik zelf ooit bekeken heb. Als ik daar nog wel eens naar kijk, zie ik gewoon ook nog wel eens iets dat ik denk van, dat was kijk een beetje wel of niet half vergeten. Ja. En dat blijft altijd toch wel leuk. Maar dat is dan voor de echte die-hards. Ja, die kunnen eventueel, je kan dus altijd weer terug. Het is niet zo dat op het moment dat je iets afvinkt dat het dan weg is. Nee. Je hebt toegang tot alles en dat blijft. Dus er is niks afgeschermd. Alles is voor iedereen toegankelijk. Voor de leden. Ja, precies. Ook als je iets gezien hebt, kijk je het 100 keer, dat maakt niet uit. Dat is geen probleem. Nee, absoluut niet. Maar het vraagt wel discipline van jezelf. Maar ja, dat heb je ook nodig als je werkt met je paard. Ja, dat is natuurlijk ook zo inderdaad. Dus als je kijkt, jij vertelt ontzettend veel in de video's. Jij zorgt ervoor dat ze allemaal op de goede plek terechtkomen. Ja. Natuurlijk geef jij ons heel veel instructie. Maar de paarden zullen ook vast een hele hoop aan ons te leren hebben. Is dat ook wat jij merkt? Dat paarden vooral veel aan mensen ook vertellen? Of dat veel van wat een paard doet, wat zegt over de persoon die erbij staat? Oh ja, absoluut. Absoluut, ja. Dus paarden moeten ook dingen leren. Mm-hmm. Kijk, een paard, en hier komt het. Een paard is al perfect. Een paard doet eigenlijk niks fout. Die doet wat hij ten eerste denkt dat hij moet doen. En dan doet hij ook nog heel veel dingen die hij van ons geleerd heeft. Bewust of onbewust. Ja? Dus als we een paard altijd in onze ruimte laten staan, altijd maar dichtbij aaien en als een soort teddybeer gebruiken, dan is dat voor hem de normaalste zaak van de wereld. Ja. Dus dan zal hij altijd tegen je aanstaan, zal hij altijd naartoe komen. Maar schrikt hij dan een keer? Dan springt hij. En hij springt een halve meter opzij, dan dondert hij jou om, omdat hij gewend is zo dichtbij je te staan. Ja? Ja. En doet de paard iets fout? Nee, hij schrikt gewoon. En jij hebt hem niet verteld, ooit, van hé, ik ben er ook nog, dus hou een beetje rekening met mij. Ja? En zo zijn er paarden die hun rust niet kunnen vinden, dus die heel druk zijn. En geeft die aan een horsemanshipper die ervaren is. Ja, zo'n paard kan soms binnen 15 seconden gewoon stilstaan en denken, het is lekker, kan ik even rustig stilstaan. Dus daar kun je heel veel aan aflezen. Ja. En is het ook zo dat we ook anderen in de horsemanship route met hun paard bezig zien, onder begeleiding van jou? Ja, er is een stukje lessen. Er staan nu 3 lessen in, dacht ik, of 2 of 3 lessen in. Maar dat is een hoofdstuk waarin ik een les geef waar iemand anders rijdt of grondwerk doet of wat dan ook. En die les komt dan in die module te staan. En dat is soms ook leuk. En het leuke daarin is dat je bijvoorbeeld, die moeten iets leren. En dan zie je soms hoe verschrikkelijk moeilijk het is om iets te leren wat, als ik het bij wijze van spreken voor zou doen met een getraind paard, heel simpel lijkt. Hè. Je doet gewoon, je zegt, het teugelt hier, het teugelt daar en dan doet hij het. Maar dan moet ik het uitleggen en dan zie je iemand daarmee worstelen. En niet dat dat leedvermaak is, maar dat is ook gewoon voor jezelf fijn dat je denkt van ik lig te worstelen, maar ik ben niet de enige. En door de worsteling van een ander kun je de moeilijkheidsgraad misschien een beetje inschatten en denk je, oké, en die maakt misschien foutjes en je denkt, daar kan ik van leren. Dus het is eigenlijk altijd wel leerzaam. Ja, het kan me inderdaad voorstellen, op het moment dat we jou bezig zien met jonge paarden op de films, dan lijkt het toch allemaal wel alsof het redelijk vanzelf lijkt te gaan. Ja. En op het moment dat ik dan zelf thuis in de praktijk ga oefenen, dat toch best wel moeilijk kan zijn. Ja. Je gaf net al aan van het is belangrijk dat er iemand is die je daar verder bij ondersteunt, zodat je ook les neemt. Ja.
Maar wat zijn nou dingen op het moment dat ik zeg, nou, ik ga aan de slag met de ondersteuning van de route, waar ik dan extra op zou moeten letten? Of hoe kan ik dat het beste in praktijk gaan brengen op een veilige manier? Nou ja, als je onervaren bent, hè, want dat is dan in principe waar je het een beetje over hebt, hè, dus je bent lid geworden, je bent onervaren, dan is echt het advies, begin module 1, les 1. Ja? Ja. Want module 1, les 1, dat heet ook beginner. Veiligheid. Beginnerveiligheid. Ja, ja. Veiligheid. Veiligheid, ja. Ja, ja. Is voor de beginner. Ja. En daar leer je gewoon het ABC vanaf de grond af aan. Dus je leert daar paardje achteruit zetten, dat hij uit je ruimte komt. Ja? Dus kan ik, als ik mijn paard aan de kant vraag, gaat hij voor mij aan de kant. Ja? Dus als je dan ja, echt helemaal nieuw bent en je wilt echt van de grond af aan leren, dan moet je eigenlijk bijna wel daar beginnen. Omdat je dan gewoon, wat Angelique zei, dus de eerste ABC wat erin staat, hè, want we hebben er 3 ABC's in staan, en steeds nog, er komt nog een 4e aan. Maar die eerste is echt gebaseerd op veiligheid. Ja, en dat is zowel zeg maar, als je aan de lijn werkt, maar ook met het rijden. Ja. Dus als je zeg maar, ja, al aan het rijden bent en je gaat naar die module toe, dan is ook het eerste hoofdstuk gaat over veiligheid. Ja. Hoe je veilig kan rijden, hoe je veilig kan opstappen, dat allemaal. Ja. Dat is eigenlijk allemaal basis, maar die je gewoon voor elkaar moet hebben, wil je verder hebben. Dat klinkt inderdaad als een goede start. Of in ieder geval iets van een fijne basis. Raden jullie het ook aan mensen die bijvoorbeeld net een paard hebben gekocht? Ja. Natuurlijk raden wij het iedereen aan. Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Nee, maar je kunt er niet omheen. Sowieso. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je je paard leert lezen. Hè? Ja. En dat je weet hoe je er veilig mee om kan gaan. Hè? Voor jezelf. Ja. Voor het paard ook. Maar voor jezelf natuurlijk ook in de eerste plaats. Want ja, zo'n paard weegt 800 kilo, 700 kilo, heeft jou zo omver gewalst. Ja. Nou ja, zulke dingen wil je natuurlijk niet, daar wil je geen gewoonte van maken. Nee. En dan zijn we eigenlijk modules die we een beetje overgeslagen hebben. Module paardpersoonlijkheden. Ja, dus, ja. Waarin ik een soort lezing geef voor een groepje, waar ik alles uitleg. Waar je al kunt gaan kijken van oké, wat voor paard heb ik eigenlijk? Is die heel erg introvert of is die heel extrovert? En is die heel angstig of is die wat dominant? En daar worden dan ook wat voorbeelden in gegeven, ook wat je wel en niet moet doen. En er zitten ook filmpjes bij over de verschillende types paarden waar je dan naar kunt kijken. Ja. Dus ook daar kun je terugkomen op die veiligheid, dingen uithalen. Ja, leer je eigen paard beter begrijpen. Maar kun je ook meer begrip voor je paard krijgen. Ja. Ja. En dat was voor mij de grootste les bij die paardpersoonlijkheden. Dat ik echt, toen ik dat echt dieper en dieper indook, dat ik echt veel meer begrip voor mijn paard kreeg in de zin van, hij kan er ook niks aan doen. Hij is super. Dit is wat hij doet. Mm-hmm. Dit is hoe die in elkaar zit. Ik zal moeten zorgen daarmee om te leren gaan. Ja. Niet hij moet maar met mij dealen. Nee, precies. Dat je dus als persoon leert de juiste strategie te gebruiken voor de persoonlijkheid van dat paard. Hoe help dat ik, is bij alle paarden anders. Hoe help ik zo'n angstig, extrovert paard dat hij zijn rust kan vinden bij mij? Ja, want ik hoor dus eigenlijk dat elk paard verschillend is. Ja. Is het ook zo dat dat ook mee is genomen? Is dat jullie met verschillende paarden werken? Dus bijvoorbeeld verschillende jonge paarden opleiden. Ja. Maar ook verschillende trainercasussen laten zien. Ja. Dat is natuurlijk, de ene paard gebruik je de ene tactiek en bij de andere gebruik je de andere tactiek. Ja. Ja. Ja, we proberen zoveel mogelijk, alles wat we doen, verschillen erin te breien. Ja. Dat we niet, ik ga me nog herinneren, dan kom ik even terug op wat je net zei. In mijn begintijd heb ik zelf studiepakketten van Pirelli gekeken. En ik ging studeren en ging doen en dan zag ik Pet dat doen. En dan dacht ik, oh ja, dat kan ik ook. Ah, dat viel wel even tegen. Ja. En toen later kwam er ook een serie uit waar Linda veel deed. En dan moet je weten, Linda is de vrouw van Pet. En die was wat minder gepolijst, wat minder, ze kon het goed, heel goed, maar niet zo goed als Pet. En ik keek daar graag naar omdat ik daar foutjes zag. Het wat ongepolijster zag, waardoor ik meer zag wat ze deed. En bij Pet zie je minder wat hij doet, omdat het gepolijster en kleiner is. Dus dat is een reden. En als je dan dus alles met een heel goed beleerd paard doet, dan lijkt het allemaal heel simpel. Dus soms hebben we een paard voor een rijden. De meeste films bij het rijden heb ik gedaan met een paard wat net zadelmak is. Ja. Dus dat paard wist niks. Ja.
Dus zitten daar foutjes en wat ongepolijste dingen in. Ja, dan zie je het ook groter, weet je wel. Ja. En dan weet je ook misschien dat niet alles vanzelf gaat. Ja, of dan precies. Kan je het ook wat meer toepassen op jouw situatie. Ja. Ja. Dat je een idee krijgt hoe lang zo'n proces ook eigenlijk duurt. Ja. Als je het zonder dwang eigenlijk wil doen. Ja. Ja, want ik hoor dat dus heel erg inderdaad ook vaker ook terugkomen van zonder dwang. Je wil ook rekening houden met verschillende originalities. Wat zijn nog meer voor jullie belangrijke waarden die ook terugkomen in het programma, waar jullie rekening mee houden? Nou ja, de persoonlijkheid van het paard, maar ook de gezondheid van het paard. Ja, dus waar we steeds meer de nadruk op aan het leggen zijn, wel al deden, maar steeds meer doen, is ja, een paard moet wel gezond zijn. Dus hij moet dat wat je aan hem vraagt wel gemakkelijk kunnen doen. Ja. Dat wil niet zeggen als een paard een ongemakkelijkheid heeft in zijn rug, dat hij naar de slacht moet. Maar je kunt daar misschien wel nog heel leuk dingen aan de lijn of los mee doen. Ja? Maar dan ga je er niet meer op zitten. Ja. Maar als je erop gaat zitten, ja, dan vind ik het wel fijn om een paard te hebben dat gekeurd is, de bekeken is door specialisten die zeggen, ja, hij is gezond, je kunt erop. Mm-hmm. Ja. Wat zijn dingen die jij bijvoorbeeld echt heel erg belangrijk vindt? De harmonie, zeg maar, die je hebt met het paard. Dus ja, je kunt natuurlijk een communicatiestoring hebben, van mij uit. Of, ja, mm-hmm. Dat ik het niet goed zeg, dus niet het goede antwoord krijg. En dat je daardoor denk van, nou jij, ik doe iets fout. Of je denkt soms ook wel eens, het paard doet het niet goed. Ik heb het goed gevraagd, maar het paard doet het niet goed. Vaak is het andersom. Maar weet je wel, dat je dus net als met een vriendschap, hè, die je hebt met een mens, zo is het eigenlijk ook met een paard. Daar kunnen wat hobbeltjes in zijn, maar uiteindelijk wil je die harmonie. Hè, dat je het alle twee leuk vindt. Nou, dus dat het paard de dingen die hij moet doen of die jij vraagt leuk vindt om te doen. Hè, waardoor je zelf natuurlijk ook weer veel meer plezier krijgt. Dus op het moment dat ik heel het programma heb doorlopen, dan ben ik expert in en goede communicatie. Ja. En kan ik op een goede, harmonische, jeuze manier met mijn paard werken. Op basis van vertrouwen. Dat is eigenlijk een beetje dat is wel het doel. Jullie streven. Ja, dat is een streven. Dat is wat er denk ik al heel veel in zit. En we zijn nu nog aan het uitbreiden met fysieke trainingen. Ja. Dat je naast het mentale stuk ook echt aan het fysieke stuk kunt gaan werken. En dan komt het op die manier. Ja, dan heb je een soort totaalplaatje. En we leiden niet op tot de Grand Prix, maar gewoon het gaat erom, ook een Grand Prix rijder kan misschien dingen uit onze route halen van oké, ik heb altijd liggen donderen met dit en dat. Als ik 20 jaar geleden geweten had dat een paard zo leerde, dan, en dat heb ik vaker gehoord. Ja. Zelf ook meegemaakt. Hè. Toen ik begon, dacht van Jezus Christus, wij liggen klooien vroeger. Ja. Terwijl het, ja, het kost wel tijd en energie, maar toch eigenlijk 10 keer makkelijker had kunnen. En, dus er zit voor ieder wel wat in. Ja. Als je weet waar je probleem vandaan komt. Ja, want dat is natuurlijk dan nog het lastige. Dan, en je pakt het daar aan, dan zal je zien dat in alle stappen die je dus daarna nog loopt, zeg maar, dat, en dat probleem heb je eruit gefilterd. Dat het dan veel makkelijker gaat. Ja. En als je dus inderdaad zelf op zoek bent van waar zit dat probleem, dan ga je dus een beetje zoeken tussen die modules. Ja. Raad je dan ook aan om echt dan te beginnen met zoeken bij aan de lijn? Of nou, ja, hoeft dat niet altijd zo te zijn? Het is zo dat als, kijk, je hebt het ABC, dat is een beetje de basis. Ja. En voor mij gaat het ABC van de dag dat je begint met paden tot aan het hoogste niveau. Wat dat dan ook is, of dat nou Engels of Western, hè? Het is allemaal het ABC. En als je het ABC kent en je gaat het begrijpen, je gaat het doorleven, je krijgt steeds meer lagen van begrip. Op een gegeven moment word je een analyticus van je eigen doen. Dus dan denk je, ik heb een probleem, maar wat gaat er nou eigenlijk niet goed? En dan ga je dat ABC af en denk je, ja, hier, het wijken voor mijn been, ik noem nou maar wat, is wijken voor constante druk. Hè? Dus dat is de C. B, dat is niet goed, dus moet ik daaraan werken. Ja. Ja? En dan ga je daaraan werken en dan ga je terug naar je oefening en dan is het appoeiementje net weer makkelijker om maar wat te noemen. Ja? Dus ja, je kunt dingen uit elkaar halen, je kunt, ja, dus je hebt een oefening, je kijkt waar zit mijn probleem, daar zit mijn probleem, dat haal je eruit, dat ga je oefenen, dan ga je de oefeningen weer samenstellen en dan zie je dat je oefening beter geworden is. Zonder dat je
Want wat we vroeger deden, ik ook, was ja, die oefeningen maar over en over doen. En die oefening beter en beter maken. En, ja. Maar dan moet je alles tegelijk blijven doen. En nu haal je er eigenlijk één dingetje uit. Ja. Dat verbeter je. Je plaatst het bijna weer terug. En je oefening wordt beter. Ja. Ja. En ja, dat is 100. Nou, 100. Maar zeker 10 keer makkelijker dan we ooit voorheen deden. Ja. Dus daar zit wel heel veel in. Dus, en dat zeg ik, als je hoe meer begrip je krijgt, of hoe meer inzicht je krijgt in hoe het systeem in elkaar zit. Ja, hoe analytisch je jezelf kunt zijn en dingen op kunt lossen. Ja, ik denk dat we nu al best wel een compleet beeld hebben gekregen van hoe de horsemanshiproute in elkaar zit. Zijn er nog dingen waarvan jullie zeggen, dat wil ik graag nog eventjes toevoegen? Nou, wat ik net zei, van dat je zelf op kunt lossen, dat is niet iets wat je in, wat daar schoot me net te binnen, dat is niet iets wat je in een halfjaartje leert. Helaas gaat dat jaren duren. Voordat je echt die hele diepe inzichten krijgt. Maar vanaf dag 1 dat je ermee begint, is het logisch, is het te doen, bouw je eerste laag. Ja. En na 3 weken bouw je je tweede laag. Ja. En na 3 maanden bouw je je derde laag. Dus de eerste lagen bouw je snel op, maar de latere lagen, dus de lagen van een meer begrip en de diepte, ja, dat duurt soms wat langer. Dat is wel voor de doorzetter. Ja. Maar ik garandeer je, dat is zeer zeker de moeite waard. Om echt dat gevoel met je paard te krijgen, om die communicatie daar te krijgen, ja, is zeer belonend. Ja. Zeer belonend. Heb jij nog een toevoeging erbij, wat nog belangrijk is om mee te geven aan mensen? Nou ja, dat je je leven lang nodig hebt. Ja, nee, het stopt nooit. Je hebt je leven lang nodig. Ja, precies. Ja. Iedere keer ontdek je toch weer iets nieuws. Nou, dan hoop ik dat we jullie een goed beeld hebben kunnen geven van hoe de horsemanshiproute in elkaar steekt. En dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor jullie tijd. Graag gedaan. Graag gedaan.